Ik ben Karin Schuller en ik vaar samen met mijn man Leendert en mijn schoonouders op het schip Godefrida. Dyslexie is een leestechnisch probleem of spellingtechnisch probleem. Bij het gewone werk aan boord heb je het helemaal niet zo in de gaten dat iemand dyslexie heeft. Je gaat het pas merken als fouten gemaakt worden met voorlezen van namen of als iemand je hulp inroept van hey, kom even kijken, staat hier, heb ik het nou goed geschreven of wat staat hier eigenlijk? Dan denk je, oh ja, die heeft dyslexie. Een voorbeeld van wat ik met Sabrine meegemaakt heb is, zij was aan het sturen, mijn schoonvader was haar aan het begeleiden. Maar die had ondertussen ook telefoon. En plotseling gaat er een stukje verderop een schip voor ons rond. Die gaat keren. Dus mijn schoonvader pakt al de marifoon om dat schip op te roepen. Om een afspraak te maken welke kant we ervan passeren. En hij zegt, Sabrine, hoort dat schip? En Sabrine tuurt op de AIS. En ze zegt, Enator. Maar wij hadden al samen wel gezien dat het schip Initium heette. Het was ook wel een lastig te lezen naam. Maar dat is een voorbeeld van wat je tegenkomt als je iemand met dyslexie begeleidt. Bij het begeleiden van de leerling heb ik eigenlijk vooral ook mee te maken met het leren van de theorie, de reglementen en boeken die doorgeworsteld moeten worden. En daar kan zo'n leerling dan wel een hulp bij gebruiken. Het geeft mij voldoening om met haar samen die boeken te lezen en te leren. Want ik merk heel duidelijk dat zij daardoor de stof goed oppikt. En als ik dan wel terugvraag, dan weet ze ook het antwoord. En het geeft mij dan wel de voldoening van zo, nou dat hebben we dan toch weer gedaan. Jij gaat het examen echt wel halen, weet je. Dan is het een beetje een prestatie van ons samen eigenlijk. Als je iemand begeleidt met dyslexie, dan moet je er goed in je achterhoofd houden dat zo iemand heel veel leert van de praktijk. Van voordoen, nadoen. Je doet voor hoe de motor ververst moet worden en zij doet het na. Sabrina is daar heel goed in, die leert heel veel van dingen zien. Ook van